Goedenavond. Duidelijker kon het vonnis van het Hof van Justitie in Paramaribo niet zijn. Daisy Boutersen is veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op zijn politieke tegenstanders in december 1982, de decembermoorden. Meer dan 40 jaar heeft het geduurd voordat deze definitieve veroordeling er kwam. Alleen al daarom is het vonnis historisch te noemen. Voor de nabestaanden is het vooral een opluchting. Het Surinaamse Hof van Justitie acht overtuigend bewezen dat Boutersen betrokken was bij die decembermoorden. De rechtszaken tegen de oud-president lopen al meer dan 15 jaar. Ik heb alle verhalen moeten aanhoren over de martelingen, over de moordpartijen. En dat hebben we steeds moeten meenemen naar huis, ermee gaan naar bed gaan. Met de hoop dat ooit zeg maar, de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn, opgepakt zullen worden en veroordeeld zullen worden. En dit is het moment. De aanhangers van Boutersen verzamelen zich bij het hoofdkantoor van zijn partij. Ze zijn het niet eens met de veroordeling en met de vervolging van hun partijleider. Suriname heeft rust nodig. En als je kunt peilen dat deze case, vooral die uitspraak, eventueel tot onrust zou kunnen leiden, dan moet je het niet doen. Maar daar denken de nabestaanden dus heel anders over. Als ik openbaar ministerie was, zou ik al op weg zijn naar de verdachte. Omdat uitgevoerd moet worden wat de rechter beslist heeft. Nou, correspondent Nina Jurna bij de rechtbank in Paramaribo. Ja, want nou is hij veroordeeld tot 20 jaar cel, maar hij loopt ook nog vrij rond. Gaat hij nou ook de cel in eigenlijk? Nou, dat zou dus wel moeten. Het ligt nu niet meer bij het Hoge Rechtshof, die heeft recht gesproken. Het OM moet nu het vonnis gaan uitvoeren. En dus ook met de politie. Dus ja, hij zou nu moeten worden aangehouden om die gevangenisstraf uit te zetten. Vandaag was Boutersen nog bij het partijcentrum, bij Auxerre. Daar is hij even gesignaleerd. Dus we weten niet of hij daar ook al is aangehouden. Waarschijnlijk niet. En de vraag is ook wanneer dit gaat gebeuren, hoe dit gaat gebeuren. Dat is natuurlijk altijd in de Surinaamse samenleving ook wel iets geweest van, mocht het zo ver komen, wie gaat Boutersen dan oppakken en waar? Ja, en dat is eigenlijk dus nu aan de orde. Maar het is dus het OM dat nu moet gaan uitvoeren. Verder is er dan ook nog iets als gratie, waar je ook wel van hoort van, ja, dat zou Boutersen, als hij dat wil aanvragen, bij president Santokki moeten doen binnen 8 dagen. Maar, zegt de advocaat van de nabestaanden, dan moet, als het zover mocht komen, dan zou Santokki toch ook weer advies moeten gaan inwinnen bij de rechter van het hoge beroep. Dus de vraag is of dat dan überhaupt wordt goedgekeurd. Maar dat is dus eigenlijk nu de stand van zaken. Oké, moet nog blijken. Dus goed, kom zo bij je terug, Nina. Het vonnis is hoe dan ook onherroepelijk en daarmee komt er hoe dan ook definitief een einde aan de zaak. Meer dan 40 jaar na die decembermoorden. Daisy Boutersen komt in 1980 aan de macht door een staatsgreep. Al snel groeien de ontevredenheid en de weerstand tegen het militaire bewind. In december 1982 worden 15 tegenstanders van het regime vermoord in Fort Zeelandia. Wij een poging tot een machtsovername die met veel verlies van mensenlevens gepaard zou gaan, vroegtijdig kunnen verijdelen. Boutersen heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend, wel bood hij later excuses aan. In 2007 begint het eerste proces tegen Boutersen, maar de zaak komt weer stil te liggen omdat hij in 2010 tot president wordt gekozen. Vlak voor het einde van zijn presidentschap, in 2019, wordt hij door de krijgsraad toch schuldig bevonden aan medeplichtigheid. Maar hij gaat niet de cel in, hij tekent verzet aan. Dat verliest hij. In 2021 wordt hij opnieuw tot 20 jaar veroordeeld. En hij kan dan nog één keer in beroep bij het Hof van Justitie. Dat bevestigt vandaag dus het vonnis dat nu definitief is. Ja, dat vonnis in Suriname leidt tot uiteenlopende emoties. Aanhangers van Boutersen blijven pal achter hem staan. Bij de nabestaanden van de slachtoffers is er een heel ander gevoel. Zij vinden dat na 41 jaar het recht eindelijk zegeviert. We zijn echt opgelucht dat er na 41 jaar eindelijk een eindvonnis gekomen is. Zeer zorgvuldig overwogen. En dat ik hoop dat we het nu kunnen hebben, niet over de verdachten, maar over die 15 mensen die zich verzet hebben, waarvan de meeste mensen niet meer eens weten. We zijn blij dat we, voor de mensen die vermoord zijn, vandaag dit kunnen ervaren. Want het is hun strijd geweest. De strijd die voor,
voor mij als zoon van mijn vader, maar een strijd voor Suriname. Opluchting bij de nabestaanden, ondanks het feit dat er geen bevel tot directe aanhouding is gedaan. Bij het partijkantoor van Boutersen's NDP heel andere reacties. Een zwarte bladzijde voor de rechtsstaat Suriname. De veroordeling staat op zijn naam van een staatsman van formaat. Maar wat als het arrestatiebevel er wel komt? Dan gaan er problemen komen. Dan komen de problemen pas. De partijleiding legt de verklaring af. Een oproep tot kalmte. Wij roepen de leden en sympathisanten op om de instructies van de partijleiding te volgen en zich te onthouden van alle handelingen die niet stroken met de idealen van de partij en die de vrede en veiligheid zouden kunnen verstoren. Boutersen blijft de leider van Suriname. Ja? En niemand kan aan hem komen. Nobody can touch him. Ja, terug bij jou, Nina. Ja, als je dat laatste ook hoort, hangt er spanning in de lucht in Suriname. Merk je daar veel van nu? Nou, in aanloop natuurlijk naar deze zaak wel. En alles is ook hermetisch afgesloten vandaag in de binnenstad rondom de rechtbank. Maar omdat er geen aanhangers van Boutersen naar de rechtbank waren gekomen, die waren via social media eigenlijk vannacht opgeroepen om vooral niet te gaan, maar zich dus naar dat partijcentrum te begeven, wat je ook in de reportage zag. Dus dat maakt al dat er een andere sfeer is. En verder is het ook heel rustig, omdat veel winkels zijn dichtgegaan. Maar goed, we weten niet wat er natuurlijk gaat gebeuren als straks het OM, die dat dus moeten doen, wel op een gegeven moment echt zeggen, we gaan hem nu oppakken en er ook politie, agent, veiligheidsdiensten in actie komen om dat te doen. En zijn aanhangers, ja, die zijn toch wel duidelijk in hun boodschap. We laten hem niet in de gevangenis terechtkomen. Dus ja, dan ontstaat er weer een andere dynamiek. Maar op dit moment is het rustig. En dat komt ook vooral omdat daar veiligheidsmaatregelen zijn genomen. En omdat hier dus bij de rechtbank eigenlijk vandaag vooral de nabestaanden waren, de pers was en internationale waarnemers die de zaak kwamen volgen, maar dus geen nabestaanden. Okay. Nina, dankjewel. Ja, hier in Nederland wonen ook veel nabestaanden. Zij kwamen aan het begin van de avond bijeen in Amsterdam op een plek met een bijzondere betekenis, de plaquette bij de Mozes en Aaronkerk, ter herinnering aan de decembermoorden. Het Surinaamse volkslied op de plek waar jaarlijks op 8 december de slachtoffers worden herdacht. En vanavond opnieuw, want eindelijk gerechtigheid. Welkom mensen bij deze gedenking van 41 jaar moorden. En vandaag uiteindelijk, eindelijk, zoals Radat zei, gerechtigheid. Joyce Raman sprak. Zij is de zus van Leslie Raman, destijds journalist bij De Ware Tijd en een van de slachtoffers. Ik wilde hem mezelf moed inspreken en contact zoeken met hem om hem te zeggen dat we elke dag nog aan hem denken en dat wij vooral ook bidden voor gerechtigheid en dat het hem goed gaat eigenlijk. Daar staat u met elkaar in de regen, maar met een goed gevoel. Ja, zonder meer. Er is blijdschap in mijn hart en de regen is eigenlijk een zegen van boven. Zo kan je het zien. Ja. Nou, tot zover de